Hallo, ik ben een screencastopname aan het maken met Camtasia. En waar ik me vaak aan stoor is de irritante brom in het geluid. Ik heb een hele eenvoudige manier gevonden om die brom totaal te elimineren. Als ik even niet praat, zie je hier dus een brom in het geluid. Dus kan je zien aan de golfvorm hier. Waar komt die brom vandaan? Nou, die brom kan maar van één kant komen en dat is het lichtnet. Het lichtnet dat heeft een wisselspanning van 50 hertz. En die brom zie je hier ook terug in het geluid. Hoe kan je nou voorkomen dat je screencast-opname vrij is van deze irritante brom? Dat is heel simpel. Door de computer op accuspanning te laten werken, is de brom meteen verdwenen. En dat ga ik demonstreren door nu de adapter eruit te halen. Let even op de golfvorm. Nu is adapter weg en die heb ik eruit gehaald. En als het goed is, is het geluid belangrijk verbeterd. De brom is nu volkomen verdwenen. Op deze manier kan je dus voorkomen dat je computer, dat het geluid wordt verstoord door de brom. En dat is heel simpel door de computer op de accu te laten werken. Nou, ik heb ruim voldoende tijd om de video af te maken, want op een volle accu werkt mijn computer ongeveer 1,5 uur. Nou, op deze manier kan je dus zorgen dat je geen irritante brom hebt in je geluid, simpelweg door de adapter er af te halen. Vind je deze video leuk? Laat het even weten. Heb je nog meer tips om de brom te elimineren? Laat even een berichtje achter. Abonneer je op mijn kanaal, dan heb je meteen een berichtje als er een nieuwe video verschijnt. En geef deze video even door aan jullie contacten op Facebook en Twitter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.